Anthony. Zo, lastige stuit en er zit erin ook. Daar is de voorsprong voor Ajax. En hij scoort bij zijn debuut zoals zoveel. Moest er zelf nog wel aan kansen toe ook, zeg. Anthony, goal! Met rechts schiet hij hem in. Kudus. Anthony. Huntelaar wijst. Huntelaar wijst altijd, maar hij doet het zelf. Dat kan hij dus. De bal daar. Zou er zomaar niet de laatste geweest kunnen zijn, want hier werkt VVV weer mee. Traoré en daar is het 0-6. Hier is Tadić. Moeilijke hoek voor Anthony, maar hij zit wel. Het is 0-1 voor Ajax. Goal! Hier Anthony en daar is de 3-0. Huntelaar was er al dichtbij. Kreeg hem van Anthony. Huntelaar geeft hem aan Anthony terug. En die schuift hem binnen. Dat mag je toch wel een fout van Ruiter noemen. Het gladde veld. Vierde minuut. Hier is Taliafico weer. Allaire in de drukte. Anthony, dit ziet er dreigend uit. En daar is de 2-2 van Ajax. In de 65ste minuut. En dat leidt tot een topje slim, Allaire. Daar is Anthony. Die schiet hem er gewoon in. Het is 1-0 voor Ajax. Die opbouw gaat wel heel makkelijk. En dat komt ook omdat AZ niet in... Laat het aan Tadić door Ekkelenkamp. En wie schuift hem dan binnen? Dat is uiteindelijk Anthony van dichtbij. Het is een lang uitgevoerde combinatie. Anthony doorgelopen, subtiel balletje. En daar is de openingsgoal voor Ajax. Voor de man die dus terugkeerde in de basisopstelling. Anthony. Soeslof ligt nog. Anthony schiet hem erin. 2-0 Ajax. Onvermijdelijk. Anthony in het 16 meter gebied. Anthony de versnelling en nu wel. Nu wel raak. PSV meer en meer in het probleem omdat er foutjes gemaakt worden. En Anthony straft het af. Haller is nu de aangever. PSV werkt zichzelf in de problemen. Alvarez. Anthony. Prima. Wat een mooie goal. Anthony met de opening. Ja, dan kun je het takken. Maak ruimte voor de voorzet. De bal terug naar Gravenberg. Die strompelt en struikelt wat. Dan is het Anthony en dan is het 3-0. Klaassen stond weliswaar buitenspel. Daar wuift Willem Reuter ook voor. Maar ja, hoe hinderlijk. Maar nu overdrijven ze het daar achterin. Dan gaat Anthony hier 2-1 maken. Dat doet hij echt geweldig. Anthony tegenover Cox. Anthony, nu is er toch echt wel ruimte om lekker uit te halen. Wat plaatst hij hem dan prachtig in de verre hoek. Zodat Yannick van Os echt geen enkele kans maakt. En, halve... en hier is Tadić die hem goed aanneemt. En dit zou een kans kunnen opleveren als Anthony afdrukt. En die ook gelijk binnenschiet. En in de 5e minuut komt de Ajax op een 1.